geen tegenhouden. Vragen we goed weer, alleen met carnaval, maar ik probeer al te vertellen, doet dat nou weer een heel jaar. Maar ik krijg nooit geen antwoord. Het weer, we zitten er nog mee, storm, opkomst en nog gaande. En dan ga ik natuurlijk nou nog één ultieme poging doen om voor carnaval goed weer te vragen aan klagen. Dit is het alternatief, meer had ik niet meer, dus ik hoop dat ze het aanvaardt. Ik ga je op de knieën aanbieden, maar ik wil niemand doen, maar verhalen. Beste bosuilen, beste bonenpikkers en alle aanhang die er is. Ja, Ad die zei wel, die Clara die luistert niet. Nou, dat idee had ik ook al jaren af. Ja, en vorig jaar heb ik Gelderse worst ook gesneden. En vorig jaar hielp ik wel een beetje, want toen hadden we best redelijk weer eigenlijk. En ja, heeft het nut? Ja, hij zei, laten we er een geweldig carnaval van maken. En dat we allebei een geweldig toer ontmocht hebben. En ik heb de onderbouwcommissie gezien dat er heel veel wagen waren en dat het mooiste ergens.
snijden. Fijne carnaval! Bij Clara, heel bijzonder, dus ik vind het echt heel mooi om hier bij jullie allemaal te zijn met zoveel. We zingen wel eens een keer met carnaval van dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Nou, die donder en bliksem die mag Clara houden, maar die meters bier die mogen mee naar elkaar. Maar dan, de dondert en bliksem regent meters bier. Want tijd, tot pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen. Maar wij roeien ons eigenlijk er wel doorheen, dus wij varen altijd de juiste koers, dat kan niet misgaan. Maar dan je wind in onze rug, dat mag ook wel een beetje minder volgens mij. Want dat is een beetje te veel van daar. En dan denk je, ja, die worst, hoe werkt dat nou eigenlijk? Dus ik heb allemaal zitten lezen en ik denk, ja, wat voor worst vindt die Clara nou eigenlijk lekker? Ik heb bij mijn hoofddames gevraagd, bij mijn vrouwelijke raadsleden. Ik zeg, wat voor worst zouden jullie nou eigenlijk lekker willen? Maar ja, toen kwam ik niet heel veel verder mee. De ene zei van, ik hou wel van een klein worstje, zo'n beetje klein. Klein? Ja, klein. Ja, oké. Okay. Dan deze dan misschien, dan voor Clara. Maar ja, toen zei iemand anders weer, ik hou toch liever van zo'n smeuïg worstje. Gewoon lekker een beetje dat een beetje smeuïg is. We hebben deze nog bij. Zelf als prinses, ik hou wel een beetje van een lekkere vrouwenworst. Hij is niet helemaal, maar daar kan veranderingen komen. Ja, en als het klaren en nog niet content is, want jullie zeggen dat we wel die uit van stukjes worst, ze zijn wel ouder. Maar ik denk dat ze gewoon van een goede stevige grote worst. Deze worst die ga ik zo aan Clara geven met de hoop dat ze dan toch wel content is en dat ze voor een beetje goede weer wil gooien. Ga je rondom op maandag, maar vooruit dus op zondag. Zo'n twee dagen goede weerdagen. En ik denk, wij als vrouwen onder elkaar, Clara en ik, dat ik dan toch wel een stripje burger bijdragen. Ik ga de worst aan. Alleen hebben we nu te maken met Storm Dennis. Zoals ik al zei, hebben we Tiara al achter de rug en is Dennis bezig. Volgende week kan dat natuurlijk niet, dan kunnen we die houden. Wij moeten natuurlijk ook bossen. Allah! Eerwaarde Waters, bonenpikkers. Van de merkratten, erbij. En lieve boshuilen en boshuilinnetjes, we zijn hier op de dreef. We gaan onze offers brengen voor goeie weer mee carnaval. Vanochtend stond iedereen al te trappelen om onze offers te brengen aan Clara. We zijn al even op weg naar carnaval. Nu we hier zijn voor mooi weer mee carnaval, gaan we onze worst offeren bij u, heilige Clara. Ik heb mijn worst offer op. Ja. Zo, gaan we hier even kijken. Maar er is ook een flex hier zo, onder de zijkant. En dan deze, die leggen we hier zo, ergens weer. Dan gaan we even op de film hier zo. Ja, dan leggen we de zilver op. Zonneke, hè? Goeie weer. Goeie weer, hè? Clara Clarisse. Alsjeblieft, vooral op de zondag, goeie weer. En bij onze 54ste optocht in het bos uit. En dan onze bril kunnen opzetten. Allah. Deze worst is van jou, ladies only. Yeah!